Hi, ik ben Maarten Nijhoff van Richters Fillers. We introduceren vandaag onze nieuwe blikkenlijn. Het is een tabletop model, dus je zet hem eigenlijk op tafel, op je afvultafel. 3x3, dus 3 blikken CO2 pre-purge en 3 blikken vullen. Alles gaat automatisch, dus je zet de 3 blikken in, je drukt op start. Ze worden automatisch op de plek gezet, worden ze voorgespannen met koolzuur. Daarna worden ze tegelijkertijd, zeg maar, worden de 3 blikken ernaast worden gevuld. Elk blik wordt afzonderlijk gevuld, dus ze zullen nooit overlopen. Je kunt alle parameters instellen. We hebben dus bijvoorbeeld de pre-purge time. Hoe lang wil je CO2 van tevoren voorspannen? Het vulniveau, zeg maar, kun je het echt tot millimeter nauwkeurig gaan instellen. We hebben een burst cycle, waarmee je, zeg maar, als de vulpijp weer omhoog gaat, dat die net boven in het blikje zit en dat die nog een extra stukje bier geeft op dat moment, zeg maar, waardoor je net wat schuim creëert. En daarna duwt hij de blikken weer door, leg je je lids erop, haal hem door een seamer die je direct naast je machine zet en weer door. We geven aan dat we ongeveer 900 blikken per uur met de machine kunnen doen. Je ziet het wel op de filmpjes hoe snel die eigenlijk is. Het zou zelfs meer kunnen zijn, maar goed, alles hangt natuurlijk af van hoe snel je blikken erin zet en hoe snel je ze gaat seamen. Verder is de machine gebaseerd op dezelfde techniek die we gebruiken in onze grote machines, dus onze grote vullers. Dus sensortechnologie, updates voor de software. Alle aansluitingen zijn van RVS, alle kleppen zijn van RVS. Hij is volledig te sippen, dus met alle chemicaliën die men wil gebruiken. We gebruiken geen kunststofleidingen, maar siliconen, waardoor je dus echt op hoge temperatuur hem kunt schoonmaken. Er zit een cleaning cycle op, met één druk op de knop zet hij alle kleppen open en kun je de machine gaan schoonmaken. Dus het is een super complete machine eigenlijk. Het enige wat je benodigd hebt is een seamer. En hij is vanaf nu te bestellen op www.richtersfillers.com.